Ja, zie je dat? Die bril van mij, die beslaat ook gewoon hoor. Ja, nou, hey, er is hier niemand verder. Dus, ik zet hem even af. Ja, maar jongens, weet je nog dat er ontzettend werd gelachen? Dat er in Spanje constant met zo'n mondkapje werd gelopen. In Nederland vonden ze er helemaal niks. Ze zeiden, ja, ik ga die Spanjaarden zich aanstellen, allemaal met die mondkapje. En in heel Europa, ja, daar deden ze het ook allemaal. Dat vonden jullie natuurlijk ook allemaal belachelijk. Maar nu blijkt gewoon dat het mondkapje van al die maanden heeft wel zijn werk gedaan. Want wij hier aan de Costa Blanca kunnen gewoon doorleven. Niks aan de hand. Cafés zijn open, restaurants zijn open, hotels kunnen hun gang gaan, alle winkels zijn open. Heel het leven gaat gewoon door. Het enige wat we hier hebben is een mondkapje. Als je waar je ook gaat, mondkapje op. En we hebben hier een avondklok van 11 uur 's avonds tot 6 uur 's morgens. En klaar is Kees. En dat is hem. Ja! En hoe vind je die? En dat heeft ervoor gezorgd dat de cijfers van de besmetting omlaag zijn gegaan. En we kunnen hier gewoon doorleven. Nou, en naar Nederland. Ja, want jullie gaan nu een zware tijd tegemoet. Ja, en dat komt gewoon. En daar is maar één schuldige voor aan te wijzen. Het kabinet heeft de afgelopen tijd alleen maar een beleid gevoerd van pappen en nat houden. Ja, pappen en nat houden, natuurlijk. Lekker gewoon een beetje dit en een beetje van dat. En dan gaan we zus doen en dan gaan we zo doen. En nooit duidelijk regels gesteld zoals hier in Spanje. Want dat hebben ze hier wel gedaan. Wij wisten exact elk moment waar we ons aan moesten houden. En de avondklok bijvoorbeeld, ja, daar durven ze niet aan. En Nederland, nee, want die denken, oh, daar komt te veel verzet tegen. En die gozer van het CDA, met die foute schoenen die jongen, die heeft zich natuurlijk heel erg impopulair gemaakt met al zijn maatregelen. En de Rutte denkt, ja, dag, daar ga ik mijn vingers niet aan branden. Dus even geen avondklok en even niet dit en even niet dat. Het was altijd maar schipperen met die verkiezingen die straks eraan komen. En daar hebben jullie nu last van. Jullie hebben te maken gewoon met dat pappen en nat houden van dat kabinet. Dat hele slappe beleid en daar worden jullie nu op afgerekend. Alle winkels dicht, dit dicht. Dat dicht, jullie mogen geen ene moer meer en het worden hele vervelende feestdagen. De conclusie is heel simpel. Ja, natuurlijk hebben niet alle Nederlanders zich aan de maatregelen gehouden. Dat snap ik wel. Maar de fout zit bij de maatregelen. En dus bij, en daarom zeggen jullie allemaal met mij, dankjewel, kabinet.